Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid zegt dat we tegen onze maximale capaciteiten aanzitten binnen het zorgsysteem. Dit haalde hij afgelopen woensdag aan tijdens de persconferentie van de Raad van Ministers in de congreszaal. De bewindsman wijst erop dat het ministerie bezig is alle medisch personeel en medische deskundigen in Suriname te mobiliseren om hen in te zetten in de COVID-zorg. De bewindsman benadrukt dat er alles aan wordt gedaan om de zorg te blijven garanderen en dat COVID-positieven geïsoleerd kunnen worden van de rest van de gemeenschap. We zijn nu bezig de studentverpleegkundigen die in afrondende fase zijn, maar ook de studenten, medische studenten van de medische faculteit, die lopen nu stage, bespoedigen stage op de intensive care onder begeleiding van de intensivisten om een beetje te ondersteunen. Alles op een medisch verantwoorde manier natuurlijk. We gaan niet zollen met de zorg. De kwaliteit van de zorg moet goed blijven. Maar we hebben ook maar een maximale capaciteit aan menselijk kader. We willen alle positief getesten die in Suriname worden getest op COVID-19. We willen nog steeds naar de strategie gaan dat we de mensen kunnen isoleren. Dat we de mensen kunnen afzonderen van de gemeenschap. Zodat u als samenleving beschermd bent. Want als we de positieven vrij laten lopen in de gemeenschap, betekent het dat de mensen weer in staat zijn om anderen te besmetten. Verder haalde minister Ramadien aan dat de COVID-situatie in ons land nu nog beheersbaar is. Er is volgens hem genoeg testcapaciteit en testmateriaal. Volgens de minister zijn in de afgelopen 4 weken 6000 testen gedaan. Betekent ook, doordat we meer testen, dat we ook meer positieve vinden. Al deze mensen die getest worden, het zijn er nu 966 actieve gevallen, zijn ergens gehuisvest. De mensen zijn of in isolatie, dat betekent dat zijn de mensen die niet zo ziek zijn, of de mensen zijn in ziekenhuizen, of de mensen zijn in de intensive care. Op dit moment zijn er 13 personen in intensive care. Betekent dat deze mensen nog potentiële kansen hebben om te overlijden, wat we natuurlijk niet hopen. Maar de situatie willen wij vergemakkelijken. We willen de situatie verzachten, maar u als samenleving daar een zeer belangrijke rol voor spelen. Geef ons als doktoren, geef de doktoren, geef de verpleegkundigen, geef ons zorgsysteem, onze ziekenhuizen wat ruimte. AUB, houdt u zich aan de maatregelen. Het is kritisch, het is zeer kritisch. Onze maximale intensive care capaciteit is nu vastgesteld op 28 bedden. Maar dat betekent niet dat u ervan moet uitgaan dat we dat nog kunnen opschalen. Het is het maximale. Dus na 28 hebben we die faciliteiten niet meer. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid. Hij sprak afgelopen woensdag tijdens de persconferentie van de Raad van Ministers in de congreszaal. De bewindsman drukt de gemeenschap op het hart zich te houden aan de COVID-19 maatregelen.